Goedenavond en welkom bij de derde aflevering alweer van deze serie Het Meesterwerk van God, waarin ik in gesprek ga met Henk Binnendijk. Henk, goedenavond weer. Dag Sarah. We gaan het vanavond hebben over de 7 zendbrieven en in het bijzonder over de eerste. We kunnen ze in deze serie helaas niet allemaal behandelen, maar de eerste en de laatste gaan we doen. Vandaag Efeze. Ja. Misschien is het wel goed om het even te lezen, wat denk je ervan? Ja, dat kan. Ja, ik zal er een stukje dan van lezen. Ja? Even als inleiding. Als de Heer Jezus verschijnt aan Johannes, dan zegt hij meteen... wat je ziet en wat je hoort, schrijf dat op in een boek en stuur het naar de 7 gemeenten. En hier, waar wij nu mee gaan beginnen, is er voor elke gemeente een hele aparte brief. Een soort begeleidende brief. Ja, en de eerste is dus voor die gemeente in Efeze. Ja. En dat is een hele goede gemeente, althans geweest, want Paulus is daar 3 jaar geweest... Mm. En heeft ze 3 jaar lang onderwezen. Heeft, zoals hij dat zelf zegt, al de raad Gods verkondigd. Dus heeft ze ook van het meesterwerk van God, dat zijn mijn woorden, heeft hij heel veel verteld. Ja. En, maar inmiddels is het een aantal jaren later. En het is de vraag hoe de Heer Jezus nu over die gemeente denkt. Ja. Ik lees even het begin dan dus. Schrijf aan de engel, aan de voorganger. Daar heb ik in mijn boek uitgebreid op ingegaan wie dat is. Aan de gemeente van Efeze. Zeg tot hen, ik weet uw werken en inspanning en uw volharding. En dat jullie de kwade niet kunnen verdragen. En jullie hebben volharding en jullie hebben verdragen om mijns naams wil. En jullie zijn niet moe geworden. Dat is fantastisch. Als je een brief krijgt. Ze krijgen heel complimenten, ja. Van de Heer Jezus zelf, van jullie hebben volharding. Jullie, ik zie jullie werken. Kortom, het moet een zeer levendige gemeente zijn. Mm. En merkwaardig is dat er dan een woordje maar komt. Mm. Dus als ze hier gestopt was, die brief, dan zou ze feest gevierd hebben in Efeze. Nou, de Heer ziet, zegt het zelf ook, hè? Het gaat goed bij ons. En dan komt een woordje maar. En dan zegt hij, maar ik heb tegen jullie, ik kan hem wel lezen. Maar ik heb tegen jullie... dat jullie je eerste liefde verzaakt hebben. Gedenk dan, laat ik hem dan toch maar doorlezen. Gedenk dan van welke hoogte jullie gevallen zijn en bekeer je en doe weer je eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik tot u en ik zal uw kandelaar voor zijn plaats wegnemen indien gij u niet bekeert. Dat is nogal wat. Hij zegt dus, ik heb tegen jullie dat je je eerste liefde verzaakt hebt. Ja. En dan zegt hij niet van, ja, dat is jammer jongens, daar moeten jullie echt een beetje een aandachtspunt van maken hoor. Dat je daar weer over die eerste liefde weer wat meer over nadenkt en daar weer wat meer aan doet. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, kijk nou eens van welke hoogte jullie gevallen zijn. Jullie begonnen daar, nou zit je hier, met al je werken, met al je volharding, met al je inspanning. Zie nou eens van welke hoogte jullie gevallen zijn. En dan zegt hij weer niet opnieuw van, denk erom hoor, daar moeten jullie wat aan gaan doen. Nee, dan zegt hij, bekeer je. Zoals je dat tegen een ongelovige zegt. Ja. Bekeer je. Jullie moeten echt een hele nieuwe start maken. Jullie moeten je omkeren. Een totaal andere weg gaan. Bekeer je, zegt hij. En doe weer je eerste werken. In het begin was dat goed. En als jullie het niet doen, dan kom ik en dan neem ik het kandelaar van zijn plaats weg. Met andere woorden, dan doe ik het licht uit en dan kan je de kerk verkopen. Ja. Zo zwaar telt dat. Maar waarom wordt het zo hard gebracht? Omdat... Denk jij? Die eerste liefde is voor Jezus alles waard. Hm. Mensen hebben de fout begaan hier, en je ziet dat aan alle kanten om je heen, dat ze vanuit een relatie met de Heer Jezus, vanuit die eerste liefde, gekomen zijn tot actie van de Heer Jezus. Hm. Ze gingen met hem om en ze hadden iets met hem. En dat hebben ze nu verwisseld voor alle soorten activiteiten, volharding en inspanning. En dat ligt wel een beetje voor de hand, want dat zien mensen. Als jij in jouw kerk actief bent, je zit in commissie zus en zo, en je komt eens op een podium en dat is een goeie hoor, die Sarah, dat is een goeie. Maar als jij op je kamer bent en je stille tijd houdt, dat ziet niemand. Dat wordt ook door niemand gewaardeerd. Dus wij kiezen als mensen al heel gauw voor ja, we gaan actief worden voor God. We gaan iets voor hem doen. Om ook te laten zien dat om naar de mensen te laten zien en ook naar God te laten zien. Zie wel, Heere God, we houden van u, want kijk eens een keertje wat we doen. Terwijl dat nou net niet is wat God zoekt. En dat is heel merkwaardig, hè? Wat zoekt God?
eerste en het grote gebod is, je zult de Heer je God lief hebben. Hmm. Je hele hart, je hele ziel, je hele verstand, al je kracht. Dat is het eerste en het grote gebod is. Ik hoorde pas een prediker, die sprak erover, over het eerste en het tweede gebod. En toen zei hij, het God liefhebben, dat komt tot uiting in het liefhebben van mensen. Mm. Toen dacht ik, misschien dat ik het nog een keer ga zeggen, maar ik weet het, dacht ik, en je zit er 100% naast. Ja. God liefhebben is God liefhebben. En het tweede gebod, dan mag je dat wel zeggen. Je naaste liefhebber, dan mag je zeggen, als je God liefhebt, komt tot het uiting bij mensen. Maar in eerste instantie is het een absolute waarheid. En de Bijbel benadrukt dat zo. God liefhebben is God liefhebben. Is je terugtrekken, is met God praten, is met God omgaan, naar God luisteren, zijn woord lezen. Dat is het eerste en het grote gebod. Kan je dat één op één zeggen? Dat het gewoon echt tijd maken is voor God? Stille tijd houden, de Bijbel lezen, bidden? Ja, dat is het meest wezenlijke. Ik ben in mijn eigen leven er ook op vastgelopen. Ik heb in mijn eigen leven ook gedacht, ik zal je vertellen hoe dat ging. Ik kwam tot geloof. En ik zat in het bedrijf bij ons. Ik had een hele lange dagen. Mm. En dan kwam ik s'avonds thuis en dan nam ik toch de tijd. Dan ging ik naar mijn kamer en dan ging ik mijn Bijbel lezen. Mm. En als ik dan mijn Bijbel zat te lezen, dan kwam er een gedachte in mij op. Geen stemmetjes, maar een gedachte in mij op. Van ja, dat is makkelijk, je Bijbel lezen. En je kunt in je gebed mooi zeggen, Heere God, ik hou veel van u. Mm-hmm. Maar vergeet niet dat in Leiden, ik woon in de buurt van Leiden, op het perron, daar lopen honderden mensen die nog nooit van de Heer Jezus gehoord hebben. Mm-hmm. Nou, echt van God houdt, moet je daar wezen. Mm. Toen dacht ik, ja, dat is de waarheid als een koe. Dat is gewoon zo. En in die tijd had je traktaatjes, dat waren van die vluchtschriftjes, daar stond het evangelie op. En dan nam ik er een paar honderd mee en dan ging ik naar het perron in Leiden en dan ging ik al die mensen zo'n vluchtschriftje geven. En dan fietste ik opgewekt naar huis en dacht ik, nou, ik heb mijn plicht gedaan. Ik heb gedaan wat God, dacht ik, van mij vroeg. Ik heb getuigd. Maar een dag daarna ging ik weer naar mijn kamer. En er kwam dezelfde gedachte op. Toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk zo. Dan ging ik weer naar Leiden. En dat gebeurde een aantal keren achter elkaar. Met het gevolg dat ik dacht, ik ga niet meer naar mijn kamer. Want als ik naar mijn kamer ga, ik ga mijn Bijbel lezen, dan moet ik toch weer naar Leiden, naar het perron. Dus ik doe dat niet meer. Met het gevolg dat ik mijn Bijbel niet meer las en dat ik mijn stille tijd niet meer hield. En toen ging me een lichtje op. Toen dacht ik, dit kan nooit van God zijn. Ondanks dat het zo mooi is. Ondanks mooi dat er wat getuigen is en opdracht in de Bijbel. Ja, ja. Maar dit kan nooit van God zijn. En toen heb ik toch wat meer leren verstaan het verschil tussen God en de duivel. Er was een man in Israël en die zag een kudde schapen lopen. En daar liep dacht hij, de herder achter. En toen zei hij tegen de geest, hoe kan dat nou? Ik dacht dat in Israël de herder er altijd voor liep. Zei hij, ja, maar is de herder niet, dat is de slachter. Hij brengt ze naar het abattoir. En dat is typisch voor de duivel. De duivel duwt. Jezus trekt. Jezus trekt. En ik heb ook in die tijd helemaal opnieuw moeten leren om het in zijn handen te leggen en het aan hem over te laten. Hij heeft me toen die bekende tekst uit de Bijbel heel duidelijk gemaakt. Wie in hem blijft, draagt veel vrucht. Ik heb dat op een witte muur, op mijn zolderkamertje met een viltstift gezet. Wie in hem blijft, draagt veel vrucht. Hij vraagt niet van ons om vrucht te dragen. Dus het gevolg van in hij vraagt van ons om in hem te blijven. Eerste gebod is hem liefhebben. Is dat waar het in Efeze aan schort? Ja, dat schort. En je ziet hoe fel de Heer Jezus daarin is. Hij zegt niet, je moet het een beetje bijschaven en wat meer aandacht geven. Hij zegt, bekeer je, zo niet, dan neem ik de kandelaar weg. Dan is het gebeurd met jullie gemeente en dan kun je de kerk verkopen. En kijk nou eens, Sarah, in Nederland, er worden elke week 2 kerken verkocht. En dat gaat al tientallen jaren door zo. En de grondreden daarvan is, ja, dat we zo weinig weten van die eerste liefde tot de Heer Jezus. Hoe kan Efeze hier een ommekeer geven aan die trend? Door terug te keren wat er ook staat naar die eerste liefde. Terug te keren naar hem. Ja. Hoe doe je dat? Stel als gemeente, je zit in zo'n situatie en je doet het allemaal goed, maar je eerste liefde die ben je kwijt. Ja, ik ga dat een beetje sparen voor de volgende uitzending, want dan krijgen we het over Laodicea. En daar staat de Heer helemaal buiten, die staat aan de deur en dat klopt. Ja. En daar is de vraag heel erg goed op zijn plaats, denk van hoe doe je dat? Hoe wil de Heer Jezus deze gemeente bereiken? Ja. En wat voor hier geldt is, die mensen moeten gewoon, maar dat is een ontzettend probleem, leren verstaan wat de eerste liefde is. Mm-hmm. In de Bijbel heb je natuurlijk ook het verhaal van Martha en Maria. Ja.
waar Maria diegene is die echt verlangt om te leren van Jezus. Als je dit doorkrijgt, zie je dat het door de hele Bijbel heen speelt. Hè? Wat was nou het geheim van Abraham? God brengt dat simpel onder woorden te zeggen, mijn vriend Abraham. Er was iets tussen God en Abraham. Wat was het, en dat kun je bij al die grote figuren uit de Bijbel. Ze hadden iets met God. Mm. Mozes is een sterk voorbeeld. Ze hadden allemaal iets met God. En ik zeg het wel eens oneerbiedig, omdat mensen, je moet God lief hebben, dat horen ze niet meer. Gaat er hier in en daar weer uit. Dan zeg ik een beetje oneerbiedig, ik ben gek op God. Hm. Ik ben gek op God. Dat is natuurlijk ook merkwaardig. Ik ben ouder dan jij, dat hadden de kijkers al gezien waarschijnlijk. Maar dat betekent dat ik er ook dichterbij sta. Wat hou je nou over aan het eind van je leven? Ja. Alles valt af. Alles, tot aan je gezondheid toe. Alle mensen die je lief hebt, je moet alles achterlaten. Je houdt maar één ding over, en dat is God. Hmm. Ja. Eerste liefde is ook totale overgave. Ja. Je schrijft in je boek ook een voorbeeld over dat je naar een kapper gaat. Er zijn twee woordbeelden die ik in mijn boek gebruik. De Heer Jezus die is bij ongeveer 10.000 mensen. Ja. Die mensen die volgen hem al een hele tijd, die hebben honger. En de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, gaan jullie ze te eten geven? En die zeggen, ja, wat is het dan? We zitten hier in de wildernis, 10.000 mensen. Dan zegt de Heer Jezus, ga eens kijken of er soms iemand is die wat heeft. En dan gaan ze kijken en dan komt een van de discipelen terug met een jongen. En die heeft 5 broden, 2 vissen. En dan zegt de Heer Jezus, laten de mensen maar gaan zitten. En dan gaat hij met die broden, die gaat hij breken. En dan blijkt dat hij in staat is om 5 broden meer dan 10.000 mensen te eten te geven. Mm-hmm. Dat is natuurlijk zo fantastisch. Nou, dan ga ik terug naar die jongen. Stel, en er zijn 4 mogelijkheden voor die jongen. Stel dat hij het brood niet gegeven had, voor zichzelf gehouden. Nou, dat telt niet voor een christen. Een christen leeft niet voor zichzelf. Daar zijn we gauw klaar mee. Ik zeg dan wel eens in een jeugdgroep, wij hadden dit verhaal in een jeugdgroep van 50 jongeren van 16 tot 25. En dan zeg ik, foto 1, wie vindt zich op foto 1? Nou, er was niemand die zijn vinger opstak. De tweede, die jongen die gaat die 5 broden nemen, die gaat ze uitdelen. Aan mensen om zich heen. Mm. Dan kan hij er misschien, ik gok maar wat, 20 mensen mee te eten geven. Dan blijven er 9.980 over die niks hebben. Mm-hmm. Dat is typisch ontwikkelingshulp. Ja. Alle hulpverlening, dat is fantastisch. Als die jongen dat gedaan had, had hij iets goeds gedaan. Laat ik daar heel helder in zijn. Dan had hij iets goeds gedaan. Maar we zien allemaal onze onmacht. We werken in deze wereld en we doen ons best. En het lijkt wel alsof het niks helpt. Een druppel op de gloeiende plaat. Ja, een druppel op een gloeiende plaat. En die moeten we geven. Dus, maar tegelijkertijd, het is zo beperkt allemaal. Ja. Nou is er een derde en die las ik in. Dat is een beetje vreemd, maar het maakt veel duidelijk over ons. Een derde mogelijkheid voor die jongen is, hij geeft zijn brood aan de Heer Jezus onder voorwaarden. Hmm. Hij zegt, hier hebt u mijn brood, Heer, alle 5. Maar je moet ze wel heel houden. Je denkt, ja, dat is een gek voorbeeld. Ja, dat is ook een gek voorbeeld. Maar heel veel christenen leven op die manier. Hier, ik geef mijn leven aan u. Voorwaarden, ik wil wel straks trouwen. Ik wil kinderen krijgen. Ik wil een leuke baan. Ik ben een beetje ambitieus. Ik wil wat carrière maken. Ik wil niet in een zending. Dat allemaal. Mm. En als die jongen zegt dat hier heb je mijn broden, maar u moet ze heel houden. Dan had de Heer Jezus gezegd, ja joh, neem ze maar weer terug. Want dan kan ik er niks mee. Ik kan er alleen wat mee als ik er de volle beschikking over krijg. Als ik er mee mag doen wat ik wil. En ik zou je zeggen, Sarah, ik behoorde bij die derde groep 25 jaar lang in mijn leven. En toen ik vroeg aan die groep die daar voor me zat, wie van jullie vindt zichzelf op die derde foto, hier ben ik hier, onder voorwaarden, staken ze bijna massaal hun vinger op. Ja. En dat is denk ik waardoor je nooit aan eerste liefde toekomt. Eerste liefde begint bij een totale overgave. Dat heb ik in mijn leven ervaren als buitengewoon pijnlijk. Ja. Ik heb 25 jaar lang de Heer gediend. En ik kan een heleboel dingen noemen, die laat ik allemaal maar schieten nu. Maar heel actief, in allerlei opzichten. En toen kwam het evangelie echt op me af. Toen kwam ik in een kring van jonge mensen, een paar honderd, waarvan ik zag, jullie hebben iets wat ik niet heb. Hm. Het was heel pijnlijk. Het was net zo pijnlijk als Kaïn. Kaïn bracht een offer aan God en zag dat Abel iets had wat hij niet had.
Want God nam het offer van Abel aan en van Kaïn, daar gaf hij geen aandacht aan. En dat maakte Kaïn zo kwaad dat hij zijn broer doodsloeg. Ik heb dat ervaren. Ik had op dat lieve end het liefst een stoel gepakt en ze allemaal om mijn oren geslagen. Want ik dacht dat ik er was. Ja. Wat ontbrak er dan? Wat ontbrak er dan? Die totale overgave. Dat heeft ook weer met mijn karakter te maken. Ik was als kind heel onzeker. Erg gepest op school. Ik heb er nou als tiener overheen gewerkt. Toen ik 20, 25 was, was ik de leider van de zwarte bende. 10 jongens. Wat niemand durfde, durfde ik. Dus dan sla je de andere kant. Oh, en nu wist ik, nou moet ik alles wat ik moeizaam verworven heb uit handen geven. En nu wordt God de baas in mijn leven. En ik heb letterlijk gezegd, Heere God, ik wil wel 10 keer godsdienstiger worden dan ik ben. Maar ik zeg geen ja tegen u. Omdat ik hem, dat heb ik ook later gezegd, ik vertrouw u niet, ik ben bang. Uiteindelijk is het na maanden tegenstand zover gekomen. Dat je hebt u mijn leven. En nu zeg ik, nu ik erachter sta, God heeft mij dwars door de modder heen, want hij heeft gebroken hoor. Dwars door de modder heen, geweldig verwend. Dat is eerste liefde. En dan zijn je werken ook anders. Dan laat God je dingen doen die je niet kunt. Wat ik hier doe, dat kan ik niet. Ik heb mijn leven lang dingen gedaan die ik niet kon. Altijd maar weer in die afhankelijkheid van God, dat hij dat dus over zou nemen. En dit geldt voor mij, maar het geldt ook voor mensen die nooit op een podium staan. Ja. God kan je de kracht geven om van iemand te houden aan wie je een hekel hebt. Denk eens aan een huwelijk. Ja. We groeien zomaar uit elkaar, dat is niet zo moeilijk. En dan is er een God die kan jou liefde geven uit zijn onuitputtelijke bron, waardoor je die ander weer lief gaat hebben. En zo sta je in het leven en merk je dat God de dingen geeft die je uit jezelf niet hebt. En dat is de eerste liefde en daar moeten we naar terug. En dat betekent dat mensen allemaal leren moeten om iets persoonlijks op te bouwen met God zelf. Dus het gaat er niet om dat het doen van goede werken in eerste instantie verkeerd is, maar de reden waarom je het doet. Ja, die werken moeten niet eerst. Niemand wordt behouden door werken, zegt de Bijbel heel duidelijk. Die moeten niet de eerste plaats hebben. De eerste plaats moet hebben onze relatie met God. Ja. En van daaruit, wie in mij blijft, draagt veel vrucht. Dat heeft bij mij lang geduurd, maar toen merkte ik, ja Heer, ik heb maar één opdracht en dat is dicht bij u blijven. Ja. En dat zou ik alle mensen, dat heeft eigenlijk ja, alle jaren dat ik preek, heeft dat voorrang bij mij. Om dat aan mensen duidelijk te maken. Het is goed om naar de kerk te gaan. Maar als het niet gepaard gaat met een persoonlijke relatie met God, heeft het weinig om het lijf. Het volk Israël in de woestijn had 2 soorten voedsel. Exodus 16. Ik schrijf erover in mijn boek. Exodus 16 kan je dat uitgebreid lezen. Er waren kwakkels. Die vielen in de legerplaats. Dan kwamen ze bij elkaar en verzamelden die kwakkels. Dat waren een soort vogels. En dat konden ze dus, dat maakten ze klaar, dat braden ze, dat konden ze dus eten. Dat vind ik een prachtig beeld van een samenkomst, van een kerkdienst. Ja. Je komt bij elkaar en je wordt gevoed. Mm-hmm. Dat is een prima zaak. Maar als kwakkels, als naar de kerk gaan, min of meer het enige is, ga je kwakkelen. In je geestelijk leven. Taalkundig zal het wel niet kloppen, maar dat is wel een feit. Dat gaat niet. Je kunt niet op één been lopen. De andere kant is, dat voedsel, dan moesten ze buiten de legerplaats gaan met hun pannetje, hun gomer, en dan moesten ze het manna, wat op die ochtend was neergedaald, dat moesten ze verzamelen en dat was een soort tarweachtig spul en daar konden ze brood van bakken en daar konden ze dus van leven. Nou, iemand die alleen van manna leeft en zegt, nou, de kerk, nee hoor, dat hoeft voor mij niet. Je komen zo ook wel. Was niet voldoende. Dan word je niet geestelijk volwassen. Je hebt de kerk of de gemeente absoluut nodig. Maar iemand die alleen drijft op de gemeente of op de kerk, komt ook niet tot geestelijke volwassenheid. Want het gaat om die persoonlijke omgang met God. Ja. En dat is heel wezenlijk. Allebei die dingen. Ja. En hier zie je dat ze vervallen in activiteiten. Je noemde Martha en Maria even. Nou, laat ik ze er maar even bij halen. Ja. Martha was een activist. En zij nodigde de Heer Jezus uit en zij zorgt voor de mensen die daar op bezoek zijn. En Maria gaat aan zijn voeten zitten en luistert. Mm-hmm. En Martha ergert zich mateloos en zegt, Heer, zeg u nou eens tegen ze dat ze me komt helpen. Ja. En dan zegt Jezus, Martha, Martha, ja. Jij maakt je druk en bezorgd over veel dingen. En weinigen zijn eigenlijk nodig. En Maria heeft het goede deel uitgekozen, wat niet van haar zal worden weggenomen. Ja. Voel je, dat is wat de Heer Jezus zo waardeert in haar.
Ik ben zelf ook een redelijk praktisch ingesteld persoon. Dus ik kan me heel goed inbeelden wat de redenering van Marta dan is. Maar hoe kun je ervoor zorgen dat je al die praktische beslommeringen of zorgen die je misschien ziet of ervaart, dat je die toch opzij kunt zetten en alleen voor Jezus kiest? Dat is een training. En als de Heer Jezus echt de belangrijkste voor je wordt, dan slaag je daarin. Ik had een leuk gesprek met een jonge vrouw. Ik sprak op een vrouwendag. En daar kwam een jonge vrouw naar me toe. En die zei, Henk, ik ben getrouwd, ik heb 3 kinderen. En ik heb altijd een baan gehad buitenshuis. Maar op een gegeven moment ontdekte ik dat ik nooit aan mijn stille tijd toe kwam. Toen heb ik mijn baan opgezegd en ben ik nu helemaal thuis voor de 3 kinderen. En nu heb ik ontdekt dat het nog niet lukt. Het zijn 3 handenbindertjes, ik ben de hele dag met ze bezig. Ik kom nog niet toe aan mijn stille tijd. Wat moet ik nou doen? En toen stopte ze even en ik gaf geen antwoord, omdat ik eigenlijk niet wist wat moet ik hier zeggen. En toen stopte ze even en toen zei ze, en laten we eerlijk zijn Henk, mijn kinderen zijn toch mijn eerste prioriteit. Hmm. En toen zei ik, en daar ga je fout. Want Jezus heeft gezegd, wie zijn zoon of zijn dochter lief heeft boven mij, is mij niet waardig. En ik heb hem gezegd, wanneer jij leert om Jezus de eerste prioriteit in je leven te laten, dan moet je eens gaan zien hoe goed dat is voor je kinderen. Want je wordt een andere moeder, je wordt een betere moeder. Je hebt veel meer liefde in je lijf voor je kinderen dan. Dus het is goed voor je kinderen en het is ook goed voor jou. En ik denk dat ik er over een week of 4, nee, in het voorjaar is dat, moet ik daar weer spreken op die Vrouwendag. Dan ga ik vanaf het podium vragen of ze er is. Ze er is. En hoe het met haar gaat. Mooi, ja. Ja. Ik wil toch nog even terugkomen op het voorbeeld van die kapper. Over de totale toewijding, totale overgave. Ja, stel jij gaat naar de kapper. Jij hebt een duurdere kapper dan ik, zie ik. Maar daar hebben we het hier nu niet over. Je gaat naar de kapper en je gaat daar zitten en die kapper die legt die, hoe heet zo'n ding, pleet of weet ik veel, om jou heen. En die wil beginnen met knippen. En jij staat, zodra die beginnen wil, sta jij op en je loopt met die mantel om je heen door de zaak heen. Je bekijkt alles eens een keer en na verloop van tijd ga je weer zitten. Nou, die kapper die knoopt dat weer eens vast en die wil opnieuw gaan beginnen. En hup, als die begint, sta jij weer op en dan ga je naar buiten om te kijken wat het voor weer is enzovoort. Als jij dat een aantal keren doet, komt het moment dat de kapper zegt, ja mevrouw, het spijt me ontzettend, maar ik kan niks voor u doen. En jij zegt, en u bent de beste kapper van Nederland, want daar ben je naartoe gegaan. U bent de beste kapper van Nederland. Dan zegt hij, ja, daar hebt u gelijk in, maar als u niet zich volkomen aan mij overgeeft, kan ik niks met u beginnen. Met God net zo. Ja. Wie zich niet aan hem overgeeft, daar kan God niks mee beginnen. Mm-hmm. En die vervalt in, ja, God zal mij wel nodig hebben, dus ik doe. God heeft geen mens nodig. Dat staat duidelijk in de Bijbel. God die niet door mensenhanden gediend wordt omdat hij nog iets nodig zou hebben. Mm. God is God. Maar als je je overgeeft, dan gaat u gang maar. Dat is eng hoor. Ja. Dat is eng. God hakte er behoorlijk in mijn leven. En nou, er is een tijd geweest dat ik God echt de rug toekeerde. Dat ik dacht, nou, maar het is ook zo fantastisch. Maar God heeft bij al die mensen in de Bijbel erin gehakt. Ja. Allemaal. Zonder uitzondering. Moest je kijken hoe die erin hakt bij Abraham. We komen er nog wel een keer. Moest je kijken hoe die erin hakt bij Jacob. Oh. En bij Mozes. Mm-hmm. Die zit notabene. Die neemt het op voor zijn volk als hij 40 is. En dan moet hij vluchten. En dan zit hij 40 jaar. Is hij schaapherder van de schapen van zijn schoonvader. Van die stomme dieren. Iedereen kan dat. En op zijn netvlies heeft hij zijn eigen volk dat er vreselijk lijdt in die slavernij. En hij zit daar maar. Ja. God gaat zijn eigen weg met ons. En achteraf heeft Mozes geweten, wat heeft God dat fantastisch gedaan. Ja. Nou, tot slot, we hebben het over het boek Efeze. En ja. God gaat behoorlijk tekeer tegen die gemeente. Dat hij vindt dat ze hun eerste liefde hebben verzaakt. Maar hoe eindigt het boek? Is er nog hoop voor die gemeente überhaupt? Nou, dat wordt in die brief wordt dat niet verteld. Hij zegt dus wel, wie overwint hem zal ik geven te eten van de boom des levens die in het paradijs van God staat. Mm-hmm. Wie overwint, dat betekent dat je vechten moet. Ja. Is geen overwinning zonder strijd. En wie niet, het is allemaal genade en gehoorzaamheid. Ja. En die twee horen bij elkaar. En ik sprak in België
voor een paar honderd jonge mensen. Die hadden een weekend en ik mocht daar spreken op zondagmorgen. Maar ze waren op vrijdagavond al begonnen. Hmm. En je weet hoe dat gaat met jongeren, tieners, die maken er men van. Zij ook. Dus ik kwam daar binnen en de ene vertelde vol trots dat hij om 4 uur pas in bed gegaan was. En de ander was om 5 uur gegaan. Dus die jongeren die zaten niet voor me, die hingen voor me. Mm-hmm. Daar heb ik ze onderuit de zak gegeven. Ik heb gezegd, jongens, voor 1 weekend, ik snap dat. Daar heb ik geen moeite mee. Maar als dit jullie leven is, komt niemand van jullie ooit tot geestelijke volwassenheid. Mm. Want een discipel van de Heer Jezus kent discipline. Dat is een absoluut onderdeel van het volgen van de Heer. Ik was heel scherp daar. Ik ben naar huis gereden, ze hebben me ook nooit meer gevraagd. Ik kreeg een week of 3 daarna kreeg ik een brief van een studenten. Ja. En die zei, ik was onder uw gehoor op die zondagmorgen op dat jongerenweekend. En ik was zo kwaad op u. Ik reed woedend naar huis. Ze zeggen, toen was ik thuis en toen kwam ik thuis en toen dacht ik, ja, hij heeft eigenlijk wel gelijk. Ze zeggen, toen heb ik de Heer beloofd, Heer, ik ga mijn wekker elke morgen, van studenten, elke morgen ga ik mijn wekker 1 uur eerder zetten dan wat ik tot hiertoe gedaan heb. En ze zegt, en elke morgen heb ik 1 uur in gemeenschap met God. Ze zegt, ik heb al zoveel zegen ontvangen daardoor. Dus ze bedankte me zo hartelijk dat ik zo scherp geweest was. Ja, dat is het. Je moet bij hem zijn. Ja. En nogmaals, als je de smaak te pakken krijgt, ja, dan kan je niet anders meer. Dan kan je er niet genoeg van krijgen. Bij de Heer Jezus zie je precies hetzelfde. Hij kwam op aarde en hij is een jongetje van 12. Mm. Ze nemen hem mee naar een geestelijk feest in Jeruzalem voor de eerste keer van 7 dagen. Dan ben je zat, hoor. Als jongetje van 12 jaar met al die geestelijke mensen en geestelijke dingen. En dan gaan zijn ouders gaan naar huis. Die denken, nou, hij zal er wel ergens zijn. Ze kunnen hem niet vinden. Dan gaan ze terug. En dan blijkt dat hij in de tempel volop zit te praten met al die schriftgeleerden die daar in de tempel zitten. Al die leraars. En dan zijn ze, ja, zeer geïrriteerd, denk ik. Hoe kon je ons dat nou aandoen? Ja. En hij is heel verbaasd. Hij zegt, maar weten jullie dan niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader? Ja, echt uit verlangen. Ja. Toen was hij 12. Hm. En hij woont in jou. Hm. En dat verlangen wat in hem is, legt hij in jou. Prachtig. Zo natuurlijk. Ja. En dat vind ik de zegen. Omgaan met God is het allergrootste wat er is. Terug naar die eerste liefde. Gek zijn op God in alle eerbied. Dat is wat God zoekt in ons. Hm. Dankjewel, Henk. Ja. Jullie thuis ook bedankt voor het kijken naar deze aflevering van de serie Het Meesterwerk van God. En volgende week gaan we het hebben over de brief in de Openbaring aan de gemeente Laodicea. En wij leven in een tijd waarin christenen sterker dan ooit wereldgelijkvormig zijn. Mm. We hebben de massamedia gekregen, de social media gekregen. We slikken alles wat de wereld ons aanbiedt. En daardoor wordt ons geestelijk leven uitermate zwak. Wij inhaleren veel meer van de tijdgeest dan van de Heilige Geest.